hoog boven het kasteel van Peach. Dit is het einde van de rit! Voor jou! Zo, tijd voor mijn bruiloft met Peach, jaloers Mario. Oh, je doet het helemaal snel. Boe. Ik jaag iedereen hier weg. Hoe is dit nou mogelijk? Menen we dit nou serieus? Hebben jullie dit videootje goed begrepen? Staat het nou goed in beeld? Let's play. Ik, trainer Stevie, a.k.a. Zelda Player 20, die een let's play maakt op YouTube. Nee, het is eigenlijk gewoon één grote 1 april grap. Nee, natuurlijk niet. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze speciale Let's Play die ik heb besloten om toch te gaan maken in verband met, ik weet niet hoeveel mensen dat het weten, maar het is vandaag een hele speciale dag, 3 september. Ik ben begonnen op YouTube 15 jaar geleden. Damn, wat ben ik oud ondertussen. Maar 15 jaar geleden toen heb ik mijn YouTube kanaal gestart en ben ik dus begonnen. En iedereen die heeft het over één heel belangrijke Let's Play die iedereen kent. Wie ik ben? Ik ben trainer Stevie! Onthoud het, dank je. Ja, ik ben ook één van de YouTubers, blijkbaar. Nog steeds. Maar in ieder geval, Mario Galaxy 2. Iedereen die kent mij van Mario Galaxy 2. En nou hebben we een spookhoedje. Hi. Sorry dat het zo snel vandoor ging net. Je liet me schrikken. Ik schrik namelijk nogal gauw. Ik heb gezien wat er gebeurde. Dat was niet niks. Gaat het weer een beetje? Je bent hier in het hoederijk beland. Wij zijn ook gevallen door dat monster. En dat niet alleen. Hij heeft ook mijn zusje ontvoerd. Ik wil gelijk met de schip achter hem aangaan. Maar, zoals je ziet, al onze schepen zijn vernield. Oh, echt een gezichtje van Mario's. Oh. Maar, nou ik erover nadenk. Ik vermoed dat in het koninkrijk hiernaast wel een schip te vinden is dat nog vliegt. Via het dak van de hoedentoren kunnen we erheen. Maar niet zolang de handlangers van dat monster daar rondhangen. Maar, is hij toch ook achter hem aan? Wat als we onze krachten eens bundelen? Nee, die staan niet. Laten we samen proberen ze allebei te redden. Goed? Nou, oké dan. Waarom ook niet? Oh. Ik ben er zo petloos. Wat? Niet helemaal jouw stijl. Nee, wacht even. Let op! Oh,
Yay. Awesome pose. Cappy gaat nu overal met je mee. Komt er nooit meer vanaf. Yay. Dus ja, even babbelen tot iedereen dus mij kent wie Mario Galaxy. Mario Galaxy 2. Je weet het allemaal nogal meer. Ik heb het laatst nog in een laatste update videootje gezien. Nee, ik speel met de Pro Controller. Dus ik gooi het gewoon liever zo. Maar ben ik dus toch van plan om vandaag, weet je wel. Of ja, gewoon niet alleen vandaag. Maar ik ga dus een Let's Play serie weer maken. En ik hoop dat hij goed ontvangen wordt. En dat is dus van Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Oh, het is zo lang geleden dat Mario heb gedaan als stem. Ik ben roestig. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuker vinden. Tenminste, ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook veel zin in hebben. Ik hoop dat mijn uploadschema wel een beetje stand kan houden. Ik heb iets meer de tijd nu, dus dat scheelt weer. In ieder geval, we moeten heel eventjes deze hendel overhalen. Want ja, we moeten dus naar die toren toe. Krijgen we een beetje tutorial stuff. Jullie weten hoe het werkt. Jullie kennen de shizzle. En ja, ondertussen na Mario 3D World is er niet echt meer een nieuwe Mario uitgekomen. Ja, je hebt Bowser's Fury op de Switch. Nee, het zijn geen vrienden van mij, Cappy. Ik zeg juist, ik ga niet alles voice act, hè? Wat je nou? Elke keer die random tekst die erbij komt, hak je erbij. Hebben we niet nodig, hoppakee. In ieder geval dus, ja, zoals je hebt gezien, we worden verslagen door Bowser. Bowser die heeft ons eindelijk een keertje flink kunnen vertrappen. Die heeft ons petje kunnen slopen. We zijn iemand tegengekomen genaamd Cappy. Cappy die is van... Hallo, ik heb ook problemen. Zullen we samen gaan werken? Nou ja, het stemmetje wat ik net van Cappy gebruikt, weet je wel. Dus, hallo, zullen we samen gaan werken? Dat is een beetje meer het stemmetje wat ik van Cappy heb. En dan gaan we nu even spooky wezen, want echt serieus. Dit wordt mijn gimmick. Dit gaat leuk worden. Best wel creepy als je erover nadenkt. Je gooit je pet op iets en je neemt gewoon compleet het lichaam over. Dat is best wel creepy eigenlijk als ik er zo over nadenk. In ieder geval, voordat ik ga beginnen, dit is niet gelivestreamd. Dit is gewoon old school, zoals ik vroeger mijn Let's Plays opnam. Zo wordt het nu ook weer opgenomen. Het enige verschil is nu met betere audio kwaliteit in verband met ik heb een betere microfoon en ik heb een kikker gevangen. Jee, het lijkt wel Pokémon. Och. Dat is lang geleden, Maar ik dacht bij mijn eigen van, ach, waarom ook niet, weet je wel. Het is, ja. Het is lang geleden. Velen die vragen daar toch nog wel een keertje om. Goh, ben je nog ooit in de toekomst zoiets van plan om te gaan doen? En eerlijk gezegd, ik had niet echt heel veel tijd om dat soort dingen te doen. En dat vond ik eigenlijk aan de andere kant best wel jammer, omdat ja... Oké, niet, er zit video-editing bij, knippen, plakken, audio-synchronisatie, thumbnails bedenken. Al ben ik heel lui met de thumbnails. Ik bedoel, echt serieus, dit is gewoon, weet je wel, de thumbnail van de game zelf. En ja, wauw, dat is mijn eerste hit. Dat is echt letterlijk mijn eerste hit. Door een gele Goomba geraakt te worden. Shame. Ik weet ook een oude Farfetch ben, maar dit slaat alles. Dat kan gewoon niet. Oké, okay. In ieder geval, hier zit een speciaal harpetje. En daardoor hebben we dus extra HP. Meer HP! Ik weet niet of ik mijn sounds... Ja, zal ik... Ja, gewoon erin editen. Editen, gewoon doen. Ah, mijn toekomstige ik ga nou al een hekel aan me krijgen. Natuurlijk breng ik de toekomstige ik weer terug. In ieder geval, je kunt hele leuke moves doen met je pet. Je kunt dus zeg maar... nou, je kunt erop gooien. Je kunt je pet gewoon gooien. Je kunt ervan afstuiteren, waardoor dat je dus hoger gaat springen. Je kunt, terwijl dat je springt, kun je hem gooien. En dan kun je er een duik op doen, waardoor dat je er nog een keer op kan springen. Dus er zijn heel erg veel platform dinges. Ja, oh, wees voorzichtig. Oh nee, kijk uit. Voorzichtig nou. Ik ben niet bang voor handlangers. Tenzij dat het, weet je wel, offensive voor mij is. Ik bedoel, weten jullie nog mijn Mega Man Let's Play? Mega Man 8. Evil bunnies. Ik heb geen idee. Wie zegt dit? Vraagteken, vraag. Welke van de drie zegt dit? Eihoofd, Bowserface, Luigihoofd of Snorri? Wie zegt dit? Ik denk Eiface. Ik ga gewoon voor Eiface. En Eiface, ik vind het zo stemmetje. De baas had dus toch gelijk. En je zei al dat ik zijn vriendjes in mijn snorri gezicht zou laten zien. Ik weet niet wie je bent en wat je wilt, maar wij stellen ons altijd netjes voor. Wij zijn de Broodles en wij zijn de officiële bruiloftspartners van het gelukkige paar. Wij hebben de schat die we zochten, dus we zijn klaar hier. Alhoewel, we hebben ook opdracht om hinderlijke pottenkijkers tegen te houden. Dus helemaal klaar zijn we nog niet.
Nee, what's up, Doug? Dus ja, we krijgen eigenlijk onze eerste, nou ja, soort van mini-boss. En wat je eigenlijk wil doen is je wil zoveel mogelijk zijn hoeden eigenlijk van hem afslaan. En op het moment dat je dat doet, wil je hem op zijn kop springen. Het is standaard Mario-stuff, jongens. Het is de eerste baas, dus deze is zo makkelijk als maar zijn kan. Je hoeft hem maar twee keer zelf te raken. Zo makkelijk wordt het voor je gemaakt. Nou, ik probeer in ieder geval elke aflevering zo om en nabij een half uur te houden. Dus we gaan geen gigantische grote afleveringen hebben, tenzij dat echt iets speciaals gebeurt. De gimmick van deze, die hoop ik nog wel een beetje uit te kunnen leggen van wat we moeten gaan verzamelen. Ik bedoel, we zitten nou ongeveer 10 minuten in deze aflevering. Of moet ik weer zeggen, 10 afleveringen in deze minuut? Oh, de oude grappen, jongens. Echt serieus. 15 jaar. Ik weet het nog goed. Ik zat echt 15 jaar geleden, jongens. In de tijd dat ik dus mijn YouTube had gestart. En ik dus mijn eerste let's play. Nou ja, mijn eerste let's play was niet van die tijd. Maar ik heb mijn eerste let's play, die heb ik toen veel later gedaan. Omdat ik eerst met opnames en met editing aan het oefenen was. Maar toen woonde ik nog bij mijn vader. En dat was toen zo'n heel klein kamertje. En dat was dan een studio. Kun je nagaan, ik was nog snorloos. Ik bedoel, ik kan ook wel zeggen dat ik baardloos was en alles. Want ja, ik heb nou ook een baard zoals dat je in de vorige video hebt gezien. Maar, trouwens jongens, de reden waarom dat die video in het Engels was, is gewoon van als mensen mijn kanaal zien, dan weten ze in ieder geval wat ze hebben. Weet je wel, dan hoef ik het niet uit te leggen. Wat, oh, het is een Nederlands kanaal, ik snap er niks van. Daarom is hij in het Engels. Oké, wauw. Wow, wat een tocht. Maar we zijn er. Het watervalrijk. Jippie. Sorry, ik ben nog een beetje high, maar door die strookkabel, denk ik. Maar goed, ergens moet hier een oud luchtschip zijn. Kom, we gaan het zoeken. Wil je het gaan zoeken? Waarom willen we het gaan zoeken? Nou, echt serieus. Nou, oké. In ieder geval, dit zijn warp points. Ook wel bekend als checkpoints. En in dit spel is het dus heel erg belangrijk. Paarse muntjes kun je vinden in elke wereld. Elke wereld heeft zo zijn eigen kostuums. Dus heb je een favoriete kostuum? Laat het me zeker weten in de reacties. Dan misschien tot we een keertje dat kostuum kunnen aantrekken. Voor de mensen die het spel gespeeld hebben. Voor de mensen die het spel nog nooit gespeeld hebben. Ik zou zeggen, sit back, relax en just enjoy, weet je wel. Geniet gewoon lekker van de serie. Dan vraag ik me eigenlijk wel één ding af. Want ik heb het spel al vaker gespeeld, maar ik denk niet. Hier zit namelijk één van de secrets. Maar die zit er nou natuurlijk nog niet. Het zou ook een beetje heel raar zijn als die er nou al zou zitten. Er zit ook nog niks. Ik denk dat we echt gewoon hier echt gewoon de storyline heel eventjes moeten volgen. En als we de storyline volgen tot de tandpal van eigens gaat komen. Hi, Chainchom. Mag ik het heel eventjes lenen? Dankjewel. Hier vinden we geen sterren, maar manen. En ik moet heel eerlijk zeggen, deze kleur, de gele kleur, dan denk ik niet aan een maan, maar dan denk ik eerder aan een banaan. Je hebt een banaan! Ik zeg eerst, het is gewoon een banaan. Laten we gewoon zeggen, het is een banaan. Het is een banaan. Jongens, het is een banaan. Geen discussie mogelijk, het is een banaan. Ban aan, ban uit. Ban aan, ban uit. Laten we eerlijk wezen. Multiman op de top! Ik zeg eerst, we vinden één banaan en beginnen... Eén maan? Hoe vaak ga ik nou die verspreking zeggen? Nee, ik ga geen counter erin gooien, maar... Deze maan zit vol met energie. Energie. Hiermee is het luchtschip vast weer aan zo aan de praat te krijgen. Heb je wel eens zo'n maan gezien? Zoals ik al zei, ik vind het meer op een banaan lijken. Best wel grappig trouwens, als we hier in het water duiken. Die paarse muntjes die zijn handig voor een shop voor exclusive kostuums. Waarschijnlijk komen die later. Die komen denk ik niet in deze part, want zoals ik al zei, ik wil de video's een beetje zo goed. De half uurtje, 25 minuten vind ik wel een mooie eigenlijk voor één part. En geloof me, dit spel is groot. Er zijn heel erg veel manen. Er zijn heel erg veel secrets. Er zijn heel erg veel dingen om te halen. Dus, en ik moet heel erg zeggen, het spel ziet er mooi uit. Ik bedoel maar, het spel ziet er echt heel erg mooi uit. Ik heb een keertje al een video van deze geüpload. Toen hadden wij een, toen hadden we een stream gedaan. En dat was echt een video van ik weet niet hoe lang. Daar is hij! Precies wat we zoeken! Hij ziet er wel wat gaaf uit. En het is ook een eigenlijk maar een oud model. Maar hij doet het vast nog wel. In zin of er beweging in te krijgen is. Gooi hem eens op die wereldbol. Alsjeblieft, hoop ik. Ik ben slaaf nu. Er gebeurt niks. Hij heeft vast nog niet genoeg energie. Ik denk dat er nog wel wat meer manen moeten liggen.
Kom, we gaan kijken. Nou, dat was ik al van plan, maar ik serieus. Gooi hem hierop. Nee, niet even pauzeren. Bla, bla, bla. Ik serieus, aflevering 2. 50 bananen gelijk. Hoppakee. TV noemde het weer bananen, denk ik opzettelijk. Echt waar? Echt waar. Zeker weten. Echt niet? Oké, dan. Gewone muntjes, ja, zoals je al merkt. Dit spel heeft geen levens. Een van... Nou ja, op zich weet je wel. Ik ben misschien dan wel een oude Farfetch. Nou ja, ik kan die alvast activeren. Met mijn jump trucjes. Ik heb zo mijn trucjes af en toe. Yay. Maar ja, dit spel heeft dus geen levens. Dus je kunt eigenlijk dus oneindig falen. Je komt wel terug bij de laatste vlag. Of ja, de laatste vlag waar dat je dus geweest bent. Maar je hebt dus geen levens. Muntjes die zijn tegenwoordig currency. En daarmee kun je dingen kopen in winkels. We hebben nog geen winkel gezien, maar daar kom je later achter. En ja, ga je dus dood af. Verlies je dus een... Weet je wel, je stort in een afgrond. Hoe dat tegenwoordig ook wordt genoemd, weet je wel. Vroeger noemde dat gewoon dat je dood ging. Je gaat gewoon hartstikke dood. Maar je had extra levens. Hier kost het 10 muntjes. Ga je dood, verlies je 10 muntjes. That's it. Letterlijk. En we kunnen een T-Rex worden. Hoe awesome is dat? Welcome to Odyssey Jurassic Park. Oké, die kan ik alleen maar met een change op openen, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon hier eventjes de weg openen. Ik bedoel, we gaan sowieso... Ik weet niet... Ik ga proberen 100% te doen. En dan bedoel ik dus gewoon alle meemanen. Ik geloof dat er een ding is dat je dus ergens oneindig maanden kan kopen als je het spel hebt uitgespeeld. Dat is iets wat we niet gaan doen. We gaan bij elke shop om iets van 1 maan kopen of zo. Maar daar houdt het mee om. Bloep. We hebben er een puinhoop van gemaakt. Wat goed. Nou, Rexy, ga jij maar hier eventjes sterretjes kijken. Wij nemen heel eventjes de paarse muntjes mee. En er was dus een maan. Of zoals ik ze nou noem, banaan. Even kijken, kunnen we daar al in? Volgens mij niet. Volgens mij is dat nou nog geblokkeerd. Ja, dat is nou nog geblokkeerd. Oké. Want ja, ze willen natuurlijk nou je zweethandjes geven, weet je wel. Van nee, je moet doen wat wij zeggen. Sowieso, pak eerst eventjes een maan. Kom hier. Hier zit namelijk een maan. Volgens mij kunnen we die wel gelijk meenemen. Yup. Al ga ik sowieso wat later op manen focussen. Tot we echt alle manen nemen in de wereld. Ik wil eigenlijk een beetje zeg maar van op het moment tot er geen manen meer zijn... Zo, ik daar. Pardon. Nee, maar op het moment dat er geen manen meer te vinden zijn, dan pas wil ik naar een volgende wereld toe gaan. Alleen bij de eerste wereld is het dus een uitzondering. Want ja, het is echt zo van... Nee, luister, we hebben zweethandjes. We moeten eventjes vertellen wat je moet doen. Alsof dat ik niet weet wat we moeten doen. Verzamel stuff en... Ga verder. Hey, kijk, nou, we zijn helemaal plat geworden en blokkerig. Ja, ik moet zeggen, ik vind hoe dat ze altijd teruggaan naar de klassieke dingen... Dat vind ik eigenlijk altijd wel een van de leuke dingen. En ja, dat vond ik ook al bij Paper Mario, vond ik dat geweldig. En ja, hier vind ik dat ook eigenlijk, ja. Blijft voor mij echt wel zoiets van, oh, dat vind ik leuk. Banaan! Achter de waterval. Yay. Maar goed jongens, ik hoop in ieder geval dat jullie dit dus een heel leuk iets vinden. Want ja, vandaag is het echt officieel 3 september 2022 dat ik dus 15 jaar op YouTube ben. Jeetje. Wat een gedoe, zo lang al. Ja, we zijn dus ook op Twitch heel erg actief. Heel belangrijk. Sowieso, de links kun je allemaal in de beschrijving vinden. Hè? Onze Twitch-account. We hebben een Discord dat we dus echt... Ik weet niet hoeveel gezellig samen met onze community ondertussen doen. We doen multiplayer games doen we daar samen. Soms doen we nog wel eens een keertje gewoon Discord-streams. En... Serieus. Kom hier. Ik ben ook zo enthousiast aan het vertellen. Ik weet het. Wee! Zo. Maar we doen dat dus. Discord streams doen we dan ook nog wel eens een keertje daar. En misschien dat ik daar zelfs een opnamesessie stiekem een keertje ga streamen. Wie weet. Dus ook link staat daar in de beschrijving. Maar goed. Och, kijk nou toch eens. Het is maar konijnhoddig. Vlodder. Wat doen jullie hier? Wil jij nou dan een lichtschip repareren? Zoiets belachelijks heb ik nog nooit... Ik vind het eigenlijk meer een tante die echt zoiets heeft van... Zoiets belachelijks heb ik nog nooit gehoord. Zullen we niet denken dat jullie mijn manen gekregen, dat jullie die gekregen? Schavuit! Ook nog eens een keer een gouden change-up. Hoe sneu kun je zijn?
Nou ja, hier ook heel erg simpel. Sla het petje ervan af. Neem de chainsaw open. Zij vindt dat niet leuk. Probeer je het bunny slappen. En geef haar een nieuw gezicht. Ai, ik wil wel deze muntje pakken, want ze kunnen het zien. Ik wil wel leuke pakjes kunnen kopen. Niet doen. Slecht plan. Ja. Hallo. Wat een lelijk petje. Mijn petje is leuker. Nou, jammer dat het de hele tijd aan de onderkant staat van... Nou, dit en mee en dit te doen en dat te doen. Bla, bla, bla. Precies zo, ja. Goh, meen je dat nou? Hai. Ik wil de muntjes. Nee, mij niet raken. Ik wil echt serieus. Mensen verwachten dat ik er nog steeds pro in ben, ook al doe ik deze shit al veel te lang. Uh-oh. Nee, mij niet raken. No hit run. No hit run. Boom! Wat heb je mooi gezicht. Maar waarom bunnies? Waarom moeten het weer slechte bunnies zijn? Haat dit spel. Yay. Yay! Je hebt een multibanaan! Je hebt gewoon een trosje bananen. Houd daar maar op. Yay! Gelukt! We hebben een multimaan! Nee, een multibanaan. Deze maan heeft energie van maar liefst 3 manen. Hiermee moeten we toch zeker het schip kunnen laten vliegen? Ik ben benieuwd of het schip nu kan laten vliegen. Gooi hem op de wereldbol! Ik zeg serieus, zeg nou eens gewoon een keertje alsjeblieft. Is het nou zoveel moeite? Je hoeft me niet te vertellen hoe dat ik een pet moet gooien. Ik heb net een baas verslagen. Rot op met je zweethandjes. Dank je. Nintendo en zweethandjes. Blijft een ding. De Odyssey kan weer vliegen. Yay! Wat ons brengt naar ons level select, nou ja, wereld select scherm. Zo, nu kunnen we naar het woestijnrijk en achter de 2 prinsessen aan. Wil jij de kapitein zijn, je hoeft alleen maar het woestijnrijk te selecteren en op A te drukken. En dan zou het wel moeten lukken, want ik heb zweethandjes en ik moet je alles vertellen hoe het werkt. Oh. Weet je nog gewoon vroeger, de NES, kwam gelijk een Goomba op je aflopen, zoek het maar uit. Ja, sorry, ik ben nog steeds tegen de tutorials. Nieuwere games ook in de video. Nieuwere games heb alleen maar niet tutorial. Doe dit, doe dat, bla 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 bla. Ik bedoel, laatst heb ik ook Elden Ring zitten spelen. En zoals je ook op mijn YouTube hebt gezien, dat streamen dus. En dat is dus een streamserie die we doen. En daarin is het gewoon optioneel. Daarin krijg je gewoon van, wil je dit pad volgen? Dan leggen we je eventjes wat de basics uit. En voor de rest, zoek het lekker uit. Ach, kijk nou toch eens, we hebben een kapiteinspet. Jaar, meest Kirby Dogs. Ik ben nou de kapitein van het hoedenschip. Mamma mia. Nee jongens, natuurlijk doe deze let's play in Nederlands voor jullie. Maar dat had je waarschijnlijk al door. Precies, Evie. Even kijken. Oké, het ziet er nou uit dat alles nog goed aan het opnemen is. Dat is heel belangrijk. En, wat vind je van mijn kapiteinspet? Best aardig, toch? Goed, waar waren we gebleven? Dus dat monster heet Bowser. Met behulp van de Odyssey hebben we hem ongetwijfeld wel zo te pakken. We hebben even de tijd, dus zak. Nee, je hoeft geen reizen. Dit is het nadeel, als je dus tussen werelden gaat rijden, dan komt hij elke keer aan met een tutorial ding. En je kunt het niet skippen. Vreselijk. Sterker nog, ik drukte daar niet op pauze, dat doet het spel voor je. Als je alles nog een keer wil bekijken, ik hoef het niet. Nee, skip, 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 skip. Ik word er gewoon zo chagrijnig van. Nog steeds. Jee, het woestijnrijk bij Zonnesteekstad. Bedankt. De hoogste toren.
We hebben het gered. De Odyssey heeft zijn eerste reis doorstaan. Het is hier koud, zeg. Ik dacht altijd dat het enorm heet was in de woestijn. Huh? Wat is die straal boven de toren? Zou het een energiemaan kunnen zijn? Ik vind het zo vervelend dat er ook echt gewoon van die symbooltjes in de tekst zit. Weet je wel, die symbooltjes gaan weg met z'n handjes. Maar goed. Jongens, dit was part 1. Laat me zeker weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Er komt een part 2. Dan gaan we verder in Woestijnstad. Ik weet niet hoeveel manen dat we kunnen gaan halen in 1 aflevering. Maar ik wil toch hierbij gaan laten voor deze aflevering. Dus ik hoop dat jullie dit een hele leuke surprise vonden. En ik hoop zeker dat die leuk ontvangen gaat worden. Laat zeker een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat in de reacties weten wat je ervan vond. En ik hoop jullie allemaal te zien bij aflevering 2. Ik bedoel, ik ga er wel vanuit dat jullie dit leuk vinden. Dus ik ga gewoon aflevering 2 maken. Daar ga ik gelijk aan beginnen. Komt helemaal goed. Rekening erop. Dus nogmaals, jongens, in onze beschrijving daar hebben we dus de link van onze Discord. Echt serieus, join gezellig. Als je daar de zin en de tijd voor hebt natuurlijk. Je hebt ook onze Twitch. Drop daar gelijk een follow-up. Of ben je zelfs een hele nieuwe kijker en heb je echt zoiets van... Jeetje, de oude Farfetch. Nou ja, misschien ben ik wel geïnteresseerd. Klik op die subscribe-button en komt het als het goed is. Je hebt ook tegenwoordig een beldinges. Ik weet niet hoe dat dan werkt. Interesseert me eigenlijk heel erg weinig. Als jullie maar de boel leuk vinden. Met dat gezegd hebben, dank ik jullie voor het kijken en hoop ik jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Dus tot dan. Doei! Ja, dat verandert nog steeds niet. Dat blijft nog altijd gewoon hetzelfde.